We staan hier in Havert in de Tref. En straks gaat achter mij de dance event van start. Het eerste dance event in Havert. Het wordt een middag spectaculair programma. Vol met dans, muziek. Bedoeld voor mensen die het leuk vinden om op goede muziek zich goed te bewegen. De openingsact gebeurt door Christel van Kemerdade en Mirre van der Loo. Met als zangeres Anne Wilson. Geef ze een groot applaus, Christel en Mirre. Jullie hebben net opgetreden en gedanst. Zijn jullie moe? Nee, moe niet. Wel een beetje nat van het zweet en zo, maar het is heerlijk in het hoofd. Je moet wel een geweldige conditie hebben. Ja, dat klopt. Ja, daar had ik eigenlijk ook niet op gerekend. Het was eigenlijk wel een verrassing. Vond het leuk om te zien? Hartstikke leuk om te zien, ja. U blijft hier ook voor het tweede gedeelte nog? Misschien wel. Ik weet niet wat de plannen zijn. Oké, nou, veel plezier nog. Dankjewel. Mirre, het is nu even pauze. We hebben even tijd om op adem te komen, tenminste jullie. Het is de eerste keer dat je zo'n dance event organiseert samen met Christel. Wat vind je ervan? Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om zoiets te doen? Nou, vanuit de sportschool gaan instructrices vaak naar een event toe om nieuwe danspasjes te leren. En dat is vaak in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. En ik leerde Christel kennen en toen dachten wij, dat kunnen wij ook hier in de Kempen gaan doen. Denk je dat het een groot succes is als je zo het eerste gedeelte voor de pauze hebt meegemaakt? Wat vind je hoe de mensen reageren? Nou, de mensen zijn echt super enthousiast. Echt heel erg leuk om te zien. De reacties zijn echt heel erg goed. En ze vragen nu al voor het second edition, dus dat gaan we zeker doen.
Ik zag je net heel enthousiast meedansen. Dit is nou de eerste keer dat het gebeurt, zo'n dance event. Wat vind je ervan? Is het een beetje geworden wat jij hoopte dat het zou worden? Ja, ik had er eigenlijk geen voorstelling van. Ik had er nog nooit aan meegedaan, maar ik vind het heel leuk. Ja. Bijna het einde van deze middag. En als ik zo om me heen kijk en zie met hoeveel plezier iedereen de hele middag heeft meegedanst, dan denk ik dat we zeker kunnen spreken van een geweldig eerste dance event.